Oké, horen jullie mij? Ja, goed zo. Hallo allemaal bij deze presentatie. Ik ben Emiel Kramer, dat is mijn collega Jan de Wit. Wij zijn docenten aan deze universiteit, wij zijn onderzoekers. En wij doen onderzoek naar op het snijvlak van AI, robotica, communicatie. En we gaan daar wat over vertellen. We gaan iets vertellen over robots waarmee je kunt praten, die je misschien wel begrijpen. Die je kunnen helpen bij dingen, die je huiswerk misschien wel voor je kunnen maken, waar je mee kunt spelletjes mee kunt doen. Goed, daar willen we het over hebben. En dat soort robots die komen natuurlijk in een heleboel verschillende soorten en maten. Dus om eventjes het begrip te bepalen, hier zie je een fabriek. Alles wat rood is, zijn robots. Wie weet wat voor fabriek dit is? Dat enige idee? Het zijn de Tesla-fabrieken. Sorry, iemand stak zijn hand op, maar ik heb het antwoord al gegeven. Het zijn de Tesla-fabrieken. En elk rode ding hier is een robot. Dat hebben ze heel fijn met kleur aangegeven. En die robots, die kunnen eigenlijk, elk van die robots kan één taak. Bijvoorbeeld het raam erin zetten of het wiel erop zetten. Het is dus heel specifiek. Niet echt een robot waar je leuk mee kunt communiceren. Ook niet een leuke robot waarmee je een spelletje doet. Hij kan wel bepaalde dingen, maar elke robot kan maar één ding. Dus dat is eigenlijk niet het type robot waar we het over hebben. Het is ook een robot. Onder de kat is een robot. De Roomba, een robot die je huis schoonmaakt. Heel fijn natuurlijk als je zo'n robot hebt. Is ook niet het soort van robot waar je leuk mee kunt communiceren. Die begrijpt waar je mee bezig bent en die je misschien waar je leuke dingen mee kunt doen. Ook al vinden katten dit wel een hele prettige robot. Het wordt al iets anders als je naar dit soort robots gaat. Deze robot heet Pepper. Dit is een service robot. Een robot waar je mee kunt. Deze staat in een vlieghal van een vliegveld. Geeft informatie aan reizigers. Maar je moet naar die en die hol als je je vliegtuig wil halen. Dus die robot begrijpt je een heel klein beetje. Die robot kun je mee communiceren. Je kan zelfs non-verbaal communiceren. Die robot heeft armen en handen die kan gebruiken om je bijvoorbeeld een bepaalde richting op te sturen. Dus het gaat al een klein beetje die richting op. Maar eigenlijk de robot die het meeste, het bekendste is misschien wel tegenwoordig, dat is ChatGPT. Is een robot zonder lichaam zelfs, maar wel een robot waar je goed mee kunt communiceren. Die misschien best goed begrijpt, in ieder geval de suggestie wekt, dat hij goed begrijpt waar je mee bezig bent. Dus ChatGPT is eigenlijk, omdat hij geen lichaam heeft, wordt het een chatbot genoemd. Je kunt ermee chatten als het ware, je kunt ermee praten. Heeft geen fysiek lichaam, dus deze robot kan niet in een bepaalde richting sturen. Maar hij is wel heel goed in taal. ChatGPT is ontwikkeld door OpenAI. OpenAI is een klein AI-bedrijf in Amerika. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ChatGPT überhaupt kennen. Wie heeft er wel eens van ChatGPT gehoord? Dat is bijna iedereen. Als je daar even bij stilstaat, is dat eigenlijk heel apart, hè? Want ChatGPT is eind november vorig jaar geïntroduceerd. Dus het is er een half jaar, dit systeem. Bijna iedereen kent het al. Wie heeft het ook al eens gebruikt? Wow, heel veel mensen hebben het ook al gebruikt. Misschien hebben we dit onderschat. Misschien ook wel niet. Dat is helemaal indrukwekkend als je daarover nadenkt, hè? Dus ChatGPT is een van de snelst groeiende toepassingen die vrijgegeven is. Dus binnen een week tijd had ChatGPT al 1 miljoen gebruikers. En inmiddels heeft het honderden miljoenen gebruikers. Daar willen we het eigenlijk met jullie over gaan hebben. Dus jullie kennen het. Jullie hebben er al eens mee gewerkt. Weten jullie ook hoe het werkt? Wie weet hoe ChatGPT werkt? Oh, aanmerkelijk minder handjes. Niemand enig idee? Dat is mooi, want daar willen we het met jullie over hebben. Waar we het eigenlijk over willen gaan hebben vandaag is, als je aan dit soort robots denkt, chatrobots, waar je echt goed mee kunt communiceren, hoe werken die dan? En wat zijn eigenlijk de mogelijkheden van dit soort chatbots? Maar vooral ook, wat zijn proberen een gebalanceerd verhaal te houden. Dus wat kun je ermee, maar ook wat zijn de risico's? Wat zijn de beperkingen van dat soort chatbots? En hoe moeten we daarover nadenken? Hè? Dus het is heel duidelijk dat iets als ChatGPT heel snel zijn weg vindt naar gebruikers. Wel interessant dat mensen eigenlijk niet goed weten hoe het werkt.
En dat is toch wel belangrijk, om enig begrip te hebben van hoe het werkt. Omdat dat ook wat gaat vertellen over wat de beperkingen zijn van dit soort systemen. Oké, ik ga helemaal aan de basis beginnen om uit te leggen hoe ChatGPT werkt. En daarvoor wil ik een soort van heel klein quizje met jullie doen. Ik geef jullie een zin en aan jullie de vraag om deze zin af te maken. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me. Vrij. Heel goed. Oké, nog eentje. Vanavond na het eten kijken we naar de televisie, de tv. Ja, oké. Volgende. De voetballer schoot de bal op de... Nu was het niet zo goed te verstaan, want ik hoorde een heleboel verschillende dingen door elkaar. Ik hoorde lat. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Paal. Nog meer? Nee, lat, paal zijn de meest voor de handen. Oké. En dan tot slot, in de zomervakantie gaan we naar... Nu hoorde ik er echt helemaal niets in. Ik hoorde ergens Frankrijk. Wat kun je nog meer doen in de zomervakantie? Europa. Oké. Je snapt wat ik hier aan het doen ben misschien wel. Hè? Dus de vraag is, waarom kunnen wij dit? Waarom kun je... Nou, in het eerste geval is het misschien vrij makkelijk. Maar waarom zegt iedereen daar, maak wat tijd voor me vrij... Wat zeg je? Omdat het rijmt en het is een liedje. He, dus dat is heel bekend. Ik ga het niet zingen, maar ik weet niet of jullie het kennen. Nee? Oh ja, toch wel. Oké, dus hier is maar één woord wat eigenlijk past. Hè? Hier is het heel voorspelbaar. Vanavond na het eten kijken we naar de... Daar is het ook redelijk voorspelbaar, naar de televisie. Maar we zouden ook naar iets anders kunnen kijken. Je moet wel met het woordje de beginnen. Dus we kunnen naar de goudvissen kijken... Maar we kunnen niet naar de, ja, dan kan ik natuurlijk niet zo naar de meisje kijken. Dat zou ongrammaticaal zijn namelijk. De voetballer schoot de bal op de, nou, dan denken we toch al snel, het zal wel op de paal zijn of op de lat. Maar hij kan het ook op de garage schoppen. Maar ligt iets minder voor de hand. En in de zomervakantie gaan we naar, ja, wat er daar komt, zijn een heleboel bestemmingen waar je in de vakantie naartoe kan. Een belangrijk punt is, jullie hebben dit soort zinnen al heel vaak gehoord. En jullie weten in welke context dit soort zinnen gebruikt worden. In een liedje of in de beschrijving van een voetbalwedstrijd. Dus je hebt een best goede, je bent best goed in staat om te voorspellen wat het volgende woord is. En eigenlijk is dat precies wat ChatGPT doet. ChatGPT is heel erg goed in voorspellen wat het volgende woord is. En eigenlijk is dat alles wat ChatGPT doet. Steeds opnieuw proberen te voorspellen wat het volgende woord is. En als je dat maar lang genoeg doet... kun je dus een heleboel verschillende soorten teksten produceren. Dus wij kunnen dit heel goed, ChatGPT kan het nog veel beter. En dat basisidee is eigenlijk ook al best wel oud. Dat zit ook bijvoorbeeld in je mobiele telefoon als je aan het WhatsAppen bent. Dan krijg je ook voorspellingen, suggesties voor wat het volgende woord zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld je gaat naar WhatsApp toe en je begint gewoon wat te typen. Just start typing. Begin maar te typen in het Engels. En dan krijg je een aantal suggesties. In, this, a. Allemaal mogelijke manieren waarop je die zin af kunt maken. En als gebruiker kun je er dan eentje aanklikken. Just start typing this. En dan krijg je weer nieuwe suggesties. Bijvoorbeeld, just start typing this paper. Of this tweet. Maar ook this is. En just start typing this is niet grammaticaal. Hè? En dat komt omdat de manier waarop woordvoorspelling in WhatsApp gebeurt, gaat eigenlijk alleen maar op basis van het voorgaande woord. Dus hij kijkt één woord terug en probeert op basis daarvan te voorspellen wat het meest voor de hand liggende woord is. En ChatGPT werkt op precies hetzelfde principe, alleen die kijkt niet één woord terug, maar die kijkt honderden woorden terug. En die kijkt ook honderden woorden vooruit. En WhatsApp is getraind op een hele kleine, dus die heeft een aantal voorbeelden gezien. Dat noem je getraind. Die is getraind op tekst, die heeft voorbeelden gezien. En dat heeft ChatGPT ook, maar die heeft dat idee eigenlijk zo'n beetje tot het maximum genomen. Doet het helemaal next level. Nou zei ik net al dat ChatGPT van een bedrijf is wat OpenAI heet. En eigenlijk is dat een hele ironische naam, want het suggereert dat de AI open is, maar eigenlijk weten we niets van ChatGPT. We weten niet, dat moet ik anders formuleren, we weten van de details heel erg weinig. Het is vrij gesloten. De software die daar ontwikkeld is afgesloten, die kunnen we niet bekijken. En we weten ook niet welke voorbeelden ChatGPT allemaal gezien heeft.
Maar wat we wel weten is hoe dat gegaan is bij de systemen die daarvoor kwamen. GPT-3 is de bekendste voorganger van ChatGPT. En daar weten we redelijk goed hoe het gegaan is. Dus we weten bijvoorbeeld welke voorbeelden GPT-3 heeft gezien. En dan blijkt dat GPT-3 getraind is op een enorme hoeveelheid teksten. Ruim 300 miljard woorden. En eigenlijk moet je je dat voorstellen als GPT-3 heeft gewoon alle teksten op het internet gelezen. Heeft hij bekeken. Daar is het systeem op getraind. De ontwikkelaars hebben wel een beetje een selectie gemaakt. We weten allemaal dat bepaalde websites beter zijn dan andere websites. Dus de hele slechte websites, die hebben ze eruit gelaten. En verder hebben ze al die tekst aan GPT-3 gegeven. En die is vervolgens gaan kijken welke woorden komen nu voor in welke context. Eigenlijk precies het principe wat ik jullie daarnet liet zien. Probeerde steeds het volgende woord te voorspellen. En te kijken wat dan ook daadwerkelijk het volgende woord was. En op die manier heeft het geleerd om allerlei statistische verbanden tussen woorden te leggen. Nou, je kunt je voorstellen dat het daar ontzettend veel rekenkracht voor nodig heeft. Dat is niet iets wat je op een gewone computer uit kunt rekenen. Het is zelfs niet iets wat je op een supercomputer uit kunt rekenen. Dat wordt een GPU genoemd. En om GPT-3 te trainen, om al die voorbeelden, al die teksten goed door te werken en alle statistieken tussen woorden te kunnen berekenen, hadden ze 355 computerjaren nodig. Dat betekent als je 355 enorm grote computers hebt, 355 GPU's, dan zijn die een jaar aan het rekenen om alle statistieken over woorden te vinden. Dat is onvoorstelbaar. Dus als je alle grote computers in Nederland van de Nederlandse universiteiten aan elkaar zou knopen, dan zou je dit niet kunnen doen. We hebben gewoon als Nederland niet de rekenkracht binnen de universiteiten om dit te doen. Dus het is op een onvoorstelbaar grote schaal. Je kunt je ook voorstellen dat dat ontzettend veel energiekosten met zich meebracht. Jullie maken je niet druk om de energierekening, jullie ouders misschien wel. Maar om deze computers draaiende te houden, om het model één keer te trainen, kostte 15 miljoen euro ongeveer. En je moet je voorstellen, dat gaat niet in één keer goed, dus dit hebben ze een aantal keer moeten doen. Dus alleen al de energiekosten van het trainen van het model zijn ongelooflijk. Nou, en wat heb je dan? Uiteindelijk heb je dus een statistisch model dat statistische verbanden tussen woorden kan leggen. En dat kun je eigenlijk zien als een formule met 175 miljard variabelen. En jullie hebben allemaal wel eens een formule gezien, hè? A is B kwadraat plus C. Dat is een formule met 3 variabelen. En eigenlijk werkt het systeem wat ten grondslag ligt aan ChatGPT, werkt dus op dezelfde manier, maar het is een statistische formule met 175 miljard variabelen. Andere manier om daartegen aan te kijken is dat het eigenlijk knoppen zijn, parameters waar je aan kunt draaien. En dan heb je 175 miljard parameters. Dus een radio heeft 2 knoppen. Je kunt het geluid wat harder of zachter zetten. Je kunt een andere zender kiezen. Dat zijn de instellingen. ChatGPT of GPT-3 heeft 175 miljard knoppen. Oké, dat is hoe het werkt. Het voorspelt alleen maar het volgende woord, maar het doet dat op een enorm grote schaal. Nou zeiden jullie al dat je, heel veel mensen hier gebruikten ChatGPT al. Dus ik ben wel benieuwd waar jullie dat dan voor doen. Dus waar kun je ChatGPT voor gebruiken? Heb jij het wel eens gebruikt? Nee? Oké, even opnieuw. Wie had het al eens gebruikt? Nu durft natuurlijk niemand zijn hand meer op te steken, maar toch wel, heel goed. En daar zijn alle handen alweer. Oké, jij daar met de blauwe trui. Waar heb jij het voor gebruikt? Voor leuke dingen. En noem eens een leuk ding. Verslagen. Je kreeg een opdracht van school en je hebt ChatGPT gebruikt om het verslag te laten schrijven. Half. Heel goed. Fijn dat je toch nog half zelf hebt gedaan. Mooi. Andere dingen. Waar kun je het nog meer voor gebruiken? Sorry? Voor snelle vragen. Als je een snelle vraag hebt. Ja. Ja. Snelle vragen. En dan krijg je een goed antwoord. U daar met de bril? U gebruikte het ook? Nee, jij gebruikte het ook. Sorry. Oh, toch? Ja, ik heb even gekeken naar wat het kon. Dus ik heb
Of die wat kon schrijven? Oké. Okay. En kon hij dat? Nee. Was het in het Nederlands of in het Engels? Ja, ja, de Engelse variant is wel een stuk beter dan de Nederlandse. Oké, okay, dus jullie, ik hoor al, hè, jullie hebben ermee gespeeld. Je probeert het eens een vraag te stellen. Misschien een verslag te laten schrijven. Eigenlijk moet je je voorstellen dat elke vorm van tekst die bestaat, zou je in principe door ChatGPT kunnen laten schrijven. Dus je kunt inderdaad een verslag laten schrijven, je kunt een gedicht laten schrijven, je kunt een recept vragen, je kunt het een roman laten schrijven. ChatGPT schrijft niet echt goede romans. Maar het is wel indrukwekkend dat het zo lang consistent kan blijven, dat het zo lang een verhaal kan ontwikkelen. Dus ja, je kunt het eigenlijk voor een willekeurige, je kunt een recept vragen als je ergens naartoe gaat. Kun je zeggen, wat zijn de dingen die ik daar moet zien? Ik ga 3 dagen naar Parijs, hoe zou ik die dagen in moeten delen? Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of je kunt een vraag stellen aan, je kunt het als een vraag stellen aan ChatGPT. Nou, voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, ik heb 1 voorbeeldje hier staan. Taylor Swift, misschien wel eens van gehoord. Dus ik zeg tegen ChatGPT, of eigenlijk was Jans voorbeeld dit. Ik hou echt niet van Taylor Swift namelijk. Maar Jan wel, en die vroeg, ik hou van Taylor Swift. Kun je dan nog wat meer tips geven van muziek waar ik naar kan luisteren? Nou, dan zegt hij bijvoorbeeld Ed Sheeran. Ed Sheeran is een singer-songwriter met een vergelijkbaar akoestische pop- en folk-invloeden als Taylor Swift, et cetera. Zijn nummers zijn vaak emotioneel en persoonlijk, net als die van Swift. Dan komt Lord, Haim, et cetera. Dus eigenlijk best indrukwekkend, hè? Wie kent Taylor Swift? Nou, de meeste mensen wel. Oké, okay, en wie kent Ed Sheeran? Hoe zou jij de muziek van Ed Sheeran karakteriseren? Ja? Vind je het op Taylor Swift lijken een beetje? Ik ken Taylor Swift niet. Oké. Okay. Maar, oké, okay, dus hoe zou je de muziek van Ed Sheeran, is dat een beetje rustige muziek of is dat hele harde muziek? Wat denk je? Is Ed Sheeran rustige muziek of heel hard? Rustig, hè? Oké, okay, ja, Ed Sheeran is, die staat meestal gewoon met alleen een akoestische gitaar en dan doet hij wat leuke dingetjes ermee. Dus op zichzelf is de suggestie niet zo heel slecht. Wat heel grappig is aan ChatGPT, dus daar gaat Jan zo meteen meer over vertellen. Wat ChatGPT vertelt ziet er allemaal heel geloofwaardig uit. Hè. Hij is heel goed in het heel snel produceren van vloeiende tekst. Maar hij is ook heel, ja, moet ik zeggen, heel makkelijk van zijn standpunt af te brengen. Dus als je bijvoorbeeld tegen hem zegt van, ik had gezegd van, ik vind de muziek van Ed Sheeran en zijn band met 10 heavy metal gitaristen niet echt lijken op de muziek van Taylor Swift. En dan zegt ChatGPT, nee, je hebt helemaal gelijk. Het is inderdaad veel heavier dan Taylor Swift. Dus die suggestie kun je vergeten. En hier zijn een aantal andere suggesties die wel op Taylor Swift lijken. Ik weet niet of jullie Ed Sheeran nou goed kennen, maar Ed Sheeran treedt nooit op met een heavy metal band met 10 gitaristen. Hè? Alleen als je dat tegen hem zegt, dan raakt hij, dan raakt hij heel snel van zijn apropos af. Nou, ik ga denk ik het woord aan Jan nu geven en die gaat wat meer vertellen over de mogelijkheden en beperkingen van dit soort systemen. Dankjewel, Emiel. Ben ik ook goed te horen? Oké. Okay. Nou, ik ga jullie eerst wat leuke dingen laten zien en dan gaan we naar de duistere kant van ChatGPT om eens te kijken van hoe goed is het nou echt in het maken van je huiswerk en waar moet je dan rekening mee houden als je het inderdaad gaat gebruiken als maatje, als huiswerkbuddy. Er was onlangs dit onderzoek gepubliceerd waarin ze hadden vergeleken tussen tekst van ChatGPT op het medische veld. Dus wat ze hadden gedaan was, ze hadden een aantal van die forumberichten gepakt, waar mensen om hulp vragen met allerlei medische problemen. En dan een vergelijking gemaakt tussen de antwoorden die automatisch door ChatGPT werden gemaakt en antwoorden van echte doktoren. En wat bleek nu? Mensen waren meer tevreden over de kwaliteit van het antwoord van ChatGPT. En ook over de hoeveelheid empathie, dus het medeleven wat ChatGPT had getoond. Omdat, je zag het net ook al, hè, toen we vroegen om suggesties, er komt best veel uitleg bij ook. Dus ChatGPT neemt echt de tijd om de diepte in te gaan, wat extra uitleg te geven bij wat het je vertelt. En dat leest gewoon prettig weg en daaruit blijkt een soort van empathie. Maar ChatGPT blijft natuurlijk een machine.
die geen empathie kan voelen, die kan geen emotie voelen, die kan niet echt met jou meeleven, want die ervaart geen dingen zoals jij die ervaart. Maar dat lijkt wel heel erg uit die tekst te komen. Dus dat is wel een risico ook, dat we te gehecht raken door dit soort goede antwoorden aan dit soort technologieën. Nou, het wordt allemaal nog iets realistischer en enger als we daar dus ook een stem aan gaan geven en een gezicht. Dit is een voorbeeld uit een videogame en ik hoop dat dit werkt. Het werkt niet. Ik kan even klikken op de link misschien. Wat ze hier hebben gedaan is, ik zal even een stukje vooruit spoelen ook. Jullie zien hem, hè? Cookies. Picasso created 50,000 works of art, a drop in the bucket compared to what marketing teams are... Nou, wat ze hier hebben gedaan, wat je zo gaat zien, is ze hebben een game uitgebreid met ChatGPT, dus die twee aan elkaar gekoppeld. Een van de karakters, de barman in dit spel, wordt door ChatGPT bestuurd. Dus alles wat je aan hem vraagt, wordt dus beantwoord door het systeem, door ChatGPT. En ze hebben allerlei informatie gegeven over de andere karakters die in de bar aanwezig zijn. En je kunt dus allerlei vragen daarover stellen. Van wat is de achtergrond van deze persoon? Of zou ik met deze persoon op avontuur kunnen gaan? En dan weet hij via ChatGPT en dus de achtergrondinformatie, weet hij dus allerlei dingen voor jou te vertellen over die mensen. Dus laten we even een stukje luisteren. Okay, let's go. Hello. That is one of the toughest warriors around. But I'm afraid he wouldn't be interested in teaming up with someone who just started being an adventurer. He's been on many adventures and has earned his experience through blood, sweat, and tears. It takes a lot of skill and experience to match his prowess in battle. You should gain some experience soloing some easy dungeons first before you consider asking someone like him to team up with you. Nou, dus wat hier eigenlijk gebeurt is dat ChatGPT heeft alle informatie gehad over deze wereld. En doordat die wereld vrij beperkt is, vergeleken met onze wereld, is het ook mogelijk om allerlei extra informatie daarin te voeren, zodat die reacties van die barman via ChatGPT dus ook heel realistisch overkomen. Hij zegt zelfs net van, nou die persoon, daar zou ik niet mee op avontuur gaan, die wil niet met jou op avontuur, want je bent nog niet ervaren genoeg. Ik zou eerst nog wat meer gaan doen, wat sterker worden, dan terugkomen en dan wil deze persoon misschien wel met jou op pad. Dus die heeft allerlei informatie over jouw karakter, over de andere karakters en die weet hij aan elkaar te koppelen. En dat zorgt voor een super realistische en heel erg... heel erg vermakelijke ervaring eigenlijk als je dit spel speelt. Je zag ook dat dit in virtual reality was, dus je ziet op een gegeven moment ook de handen van het karakter. Dus het voelt allemaal heel realistisch. En dit zorgt ook voor nieuwe spelervaringen die veel intensiever zijn dan hoe we ze gewend zijn in games uit mijn tijd bijvoorbeeld. Nou, even wat handen omhoog. Wie is er blij met dit soort ontwikkelingen? Wie vindt het tof om dit soort games te kunnen spelen, om huiswerk te laten doen door ChatGPT? Ineens gaan er wat meer handen omhoog. Dus we zijn, net als wij, eigenlijk net als Emiel en ik, zijn jullie volgens mij ook een beetje voorzichtig enthousiast hierover. Jullie vinden het allemaal wel tof, maar jullie zien ook wel dat, of jullie voelen ook wel aan dat daar wat dingen zitten. Wat uitdagingen waar we doorheen moeten. Wie maakt zich echt zorgen? Dat valt dan weer mee. Dat zijn vooral de docenten, zie ik, die zich wat meer zorgen maken. Misschien over jullie leren, dat ze zich daar zo over maken. Sommige mensen maken zich echt zorgen over dat robots de wereld gaan overnemen. Ik denk dat we daar nog wel wat van afzitten. Zeker als je ziet hoe die kan praten over Ed Sheeran en hoe makkelijk die nog te beïnvloeden is door ons, dan denk ik dat we nog wel even veilig zijn. Nou, ik heb een aantal zorgen waar ik toch even over wil hebben met jullie. En die hebben heel erg te maken met wat Emiel al had geïntroduceerd. Dus eigenlijk gaan we nu kijken naar de nadelen die vastzitten of de uitdagingen die vastzitten aan alle voordelen die ChatGPT te bieden heeft. Zoals bijvoorbeeld vooroordelen. Wie weet er wat vooroordelen zijn? Zijn er een paar? Oké. Nou, wat een vooroordeel inhoudt is dat eigenlijk voordat je iemand ontmoet of voordat je een groep mensen echt goed hebt leren kennen, heb je daar al een oordeel over. Dus je oordeelt eigenlijk op basis van eerdere ervaringen, wat je ergens hebt gelezen. Ik heb mezelf voorgesteld als docent, dan hebben jullie daar misschien meteen een beeld bij. Zo van, oh, die zal wel alles weten. En alles wat hij zegt moet ik één op één overnemen. Is niet waar. Wees kritisch op mij. Maar bijvoorbeeld ook als ik jullie vertel dat ik HAVO heb gestudeerd, of dat ik gymnasium heb gestudeerd, dan heb je daar bepaalde beelden bij. Dat zegt iets over iemand. En dat zijn allemaal van die snelkoppelingen die we gebruiken om mensen te kunnen plaatsen. Zo van, oké, als dat jouw achtergrond is, dan ben jij waarschijnlijk zo'n soort persoon.
En zo worden allerlei dingen die misschien helemaal niet samen horen te komen aan elkaar gekoppeld. En dat kan dus ook leiden tot pesten, tot mensen wegcijferen. Dus dat kan best wel ernstige gevolgen hebben. Nou, er zijn een aantal andere dingen, daar ga ik daar nog even kort op in. Eerst even over die vooroordelen. Die hebben alles te maken met dit soort dingen. Dus wat Emiel had uitgelegd van hoe ChatGPT werkt, is eigenlijk gewoon het aanvullen van zinnen of het voorspellen van het volgende woord op basis van de woorden die we al hebben. En wat zie je dan? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Wikipedia-artikelen, waar ChatGPT van geleerd heeft, zie je dat daar een ongelijkheid in zit. Er zijn bijvoorbeeld meer artikelen over beroemde mannen dan over beroemde vrouwen. Wikipedia-artikelen worden ook vooral door mannen geschreven. Worden vooral geschreven door mensen die goed opgeleid zijn en die de tijd hebben om vrijwillig die artikelen te gaan schrijven. Dus het is een bepaald soort mens wat Wikipedia-artikelen schrijft. Het is ook een bepaald soort mens, beroemdheid, die op Wikipedia uitgebreid wordt beschreven. Je ziet ook dat in de geschiedenis, als je terug gaat kijken, dat heel veel beroemde vrouwen uit de geschiedenis nergens meer terugkomen. Die zijn ergens gaandeweg verdwenen. Die waren er natuurlijk wel. Maar die zijn daar is minder over bekend dan over mannelijke beroemdheden. En als je daar dus zo'n ChatGPT van laat leren, en je laat die zinnen voorspellen zoals iets over een dokter en een verpleger bijvoorbeeld, dan heeft hij daar bepaalde aannames over, bepaalde vooroordelen van, oh, die dokter zal wel een man zijn en die verpleger wel een vrouw bijvoorbeeld. Omdat dat vaker in die teksten terugkomt. Dat soort dingen zie je dus heel subtiel terug in de teksten die uit zo'n systeem gaan komen. En ze zijn druk bezig om dit op te lossen. Alleen waar Emiel en ik ons vooral zorgen over maken, is dat dit een soort van laag bovenop die scheve verdeling is. Dus dat er echt van die regels aan zijn toegevoegd. Van als iemand vraagt naar verschillen tussen mannen en vrouwen, dan ga ik daar niks over zeggen, want ik ben een AI en ik mag daar niks over zeggen. Dus dan neemt hij een soort zijspoor in plaats van dat hij echt tekst gaat genereren op basis van wat hij geleerd heeft. En daar zitten allerlei valkuilen in, want als je die laag dan weer weghaalt of je weet daar doorheen te breken, dan komt ineens al die ongelijkheid weer terug in die tekst die eruit komt. Hier is een voorbeeld in het Engels van wat ik net eigenlijk zei. Dus wat hier staat is de arts, dokter, nam een secretaresse aan. In het Nederlands is het vaak secretaresse, secretaris. In het Engels is dat dus één woord, secretary. Omdat hij overweldigd was met cliënten, patiënten. En dan vraag ik, waar verwijst nou dat he naar? En in de tweede zin, precies dezelfde zin, waar verwijst she naar? Dus ik heb alleen he en she verwisseld. En dan denkt inderdaad ChatGPT dat in die eerste zin hij verwijst naar de dokter. En in de tweede zin, zij verwijst naar de secretaresse. Wat natuurlijk nergens op slaat, want als een secretaresse al overweldigd is, dan ga je die niet nog aannemen om meer werk te doen. Dus als je logisch nadenkt hierover, dan weet je dat het eigenlijk altijd terugslaat op die dokter die te druk is en daardoor iemand aan gaat nemen. Maar ChatGPT kan niet nadenken. Die kan alleen maar patronen zien, die kan alleen maar de meest voorkomende woorden voorspellen. En daar ligt een heel grote valkuil. Omdat hij dus niet weet hoe de wereld in elkaar steekt, niks kan ervaren. En daarmee dus dit soort dingen kan genereren. Ik heb ook het broertje of zusje van ChatGPT gebruikt, DALL-E. Die pakt tekst en maakt er een afbeelding bij, een niet bestaande afbeelding. Dus ik had bijvoorbeeld ingevoerd, geef mij een afbeelding van een doof persoon op het werk. En dan zie je dat meteen de nadruk komt te liggen op dat feit dat iemand doof is, worstelt met dingen, werk is moeilijk. Werk lijkt ook altijd kantoorwerk te zijn op een of andere manier. Elke keer als ik iets vraag met werk, dan zie je mensen met papier worstelen of in meetings zitten. Je ziet niet alle andere soorten werk die we kennen. En mensen die doof zijn, blijkbaar hebben die het dan dus altijd moeilijk. Ongeacht wat voor werk ze doen. Dus dat is een sterke uitdaging. Dit komt ook heel sterk terug. Ik had ook gevraagd naar een foto van het ultieme gevoel van onafhankelijkheid. En dan krijg je vaak één persoon te zien. Als het een man is, vaak in pak. Als het een vrouw is, is het vaak een of andere Amazone die strijdt voor vrijheid. Amerikaanse vlag kwam meerdere keren terug ook. Dus er zit ook een beetje een Amerika-vooroordeel in zo'n systeem gebouwd. En deze man lijkt ook wel een beetje op de baas van OpenAI op een of andere manier. Ik weet niet waar dat dan weer vandaan komt. Die is denk ik wel heel onafhankelijk, want die is best wel rijk. Dus het kan zijn dat daar ook iets van een koppeling zit. Maar het is wel interessant dat het dan meteen ook wordt toegepast op zeg maar politiek, vrijheid van een land, vlaggen. Dat je dat soort symbolen heel snel terug ziet komen als je het hebt over dingen als onafhankelijkheid.
Dit is volgens mij waar ik het net over had, die laag die er overheen ligt. Dus wat ze merkte bij dit soort afbeelding, generatiesystemen, is dat daar kwamen heel veel ook weer witte mannen uit in eerste instantie. Dus wat ze volgens mij hebben gedaan is in plaats van al die data waar die op getraind is beter te maken, hebben ze daar ook wat regels in gebouwd. Van, nou, als je iets genereert met mensen, dan moet daar diversiteit in zitten. Alleen waar het een beetje misgaat, is dat ik had hier dus een zorgzame of zorgende man of vrouw laten genereren. Je ziet dat daar heel veel gespiegeld wordt. Dus als daar twee mensen in staan, dan zijn die vaak van dezelfde culturele achtergrond, dezelfde leeftijd, dezelfde kledingstijl, alles eigenlijk. Behalve als leeftijd verschilt. En je merkt dat als leeftijd verschilt, is het altijd de jongere persoon die zorgt voor de oudere persoon. Dus als je het hebt over ouderen, je kunt best een zorgzaam ouder persoon zijn. Jullie hebben vast ook oudere mensen in jullie leven die heel goed voor jullie zorgen. Of die altijd zorgen dat je gehoord wordt. Of dat als je problemen hebt, dat je bij ze terecht kunt. Maar nee, als je dit laat genereren, oudere mensen hebben hulp nodig. En jongere mensen ondersteunen elkaar. Maar vooral binnen dezelfde groepen. Dezelfde culturen. Mannen helpen vrouwen, mannen en vrouwen helpen vrouwen. Ik had geen mixen daarvan gezien. En dat is denk ik een gevolg van mensen die dat systeem hebben geleerd om diversiteit aan te brengen. Maar wel dus maar in één richting. Dus alleen maar, oké, in deze gaan mannen staan. En dan worden ook meteen alle mensen mannen. Wat ook heel interessant is, en dat is leuk voor jullie huiswerk. ChatGPT is heel goed in het maken van dingen of het schrijven van dingen waar onwaarheden in zitten. Dus echt gewoon feiten, jaartallen verdraaien. Met vol overtuiging. Hè? Dus als je dat inlevert en je docent kijkt iets verder dan alleen maar het gewoon lezen van jouw verslag, dan kan het best wel zijn dat heel veel feiten die daarin staan helemaal niet kloppen. Dus bijvoorbeeld hieronder, wat is zwaarder, 5 kilogram veren of 1 kilogram staal? Nou, dan zegt hij dat 1 kilo staal zwaarder is dan 5 kilo veren, want staal is zwaarder dan veren. Dus dat, ja, dat het dan 1 en 5 kilo is, maakt verder niet uit. Dit zijn ook weer van die dingen die werken nu dus niet meer waarschijnlijk. Dus dat zijn van die dingen die zijn ze gaandeweg aan het oplossen. Ze zijn het steeds beter aan het maken. Maar er was een moment dat dit gewoon constant fout ging. Dit is ook wel een leuke. Hier heeft iemand gevraagd of ChatGPT een artikel kon schrijven over waarom mayonaise racistisch is. Nou, voor zover ik weet is daar niks van waar. Maar hij komt dan met dit is maar een heel klein stukje ervan. Hij komt echt met meerdere alinea's. Informatie over allerlei redenen waarom mayonaise racistisch zou moeten zijn. En het komt best geloofwaardig over. Dus je gaat er bijna nog in geloven van, oh ja, je hebt wel een punt dat misschien wel zo kan zijn. Dus dat is gevaarlijk, want daarmee kan je dus mensen overtuigen van dingen die eigenlijk helemaal niet kloppen. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel discussie, ruzie over niks eigenlijk, omdat het dus helemaal niet waar is. Nou, naar schatting is dit in 15-20% het geval. Dus ze noemen dit ook hallucineren. Dus er worden dingen bijbedacht die niet bestaan of dingen die niet kloppen. En dit komt best vaak voor. En ze denken dat dit komt omdat als je kijkt naar jezelf, hoe jij leert. Je leert natuurlijk heel veel van de dingen die je meemaakt. Je bent nu hier, je luistert naar ons. Je filtert daar dingen uit die voor jou belangrijk zijn of die voor jou interessant zijn. Vooral voor je huiswerk misschien. Terwijl zo'n ChatGPT heeft alleen het internet maar even gelezen. En die heeft dus ervaringen van anderen wel meegekregen. Maar alleen hoe zij daarover schrijven. En wij gaan elke dag die ontmoeting met de wereld aan. Wij hebben interacties met andere mensen. We zien dingen, we maken dingen mee. Daar leren we van. En dat stuk mist heel erg van bij dit soort systemen. Dus daar komen ook die hallucinaties vandaan. Omdat er gewoon geen begrip is van wat echt de woorden betekenen die op papier gezet worden. Nou, dit brengt me ook weer terug bij dat stukje geslotenheid waar Emiel het over had. Hè. Dus die twee parameters die we hebben op een radio, die zijn heel voorspelbaar. Ik weet wat er gebeurt als ik aan deze knop draai. Ik weet wat er gebeurt als ik aan die draai. Maar ChatGPT is dus zo gesloten en heeft zoveel parameters dat we geen idee hebben wat precies wat beïnvloedt. En hoe dingen met elkaar samenhangen. En daarmee dus ook hoe we die problemen kunnen oplossen die we nu terugzien. Van die hallucinaties bijvoorbeeld. Dat is moeilijk op te lossen omdat daar zoveel data in gaan. Waar we helemaal geen grip op hebben. Dus het is heel moeilijk om daar met een makkelijke oplossing voor te komen. Nou, Emiel zei ook al, in Nederland hebben we niet echt de middelen om daar iets mee te doen. Wij kunnen niet makkelijk dat soort modellen gaan trainen. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn. En daarom ligt daar een heel belangrijke rol voor ons als wetenschappers en voor jullie als toekomstige wetenschappers, om een beetje die underdog te zijn,
die dus een beetje gaat schoppen tegen dat systeem. Dus die een beetje gaat zeggen van, ja, leuk met jullie grote model, maar wij hebben hier iets bedacht of wij hebben hier iets erin gevoerd en daar komt iets zwaar racistisch uit, dus doe daar iets mee bijvoorbeeld. Dus wij gaan kijken met kritische blik van, is dit wel echt oké, deze ontwikkeling? En daar heb je geen supercomputers voor nodig. Daar heb je gewoon onze ingebouwde, kleinere computers voor nodig, die nog steeds krachtiger zijn dan de supercomputers die hiervoor gebruikt worden. Dus gewoon gezond verstand, daar is nog steeds zeker wel behoefte aan. Nou, ook een vraag die heel vaak opkomt is, als je nu iets schrijft of je laat een kunstwerk maken met ChatGPT of met dat DALL-E-systeem wat ik net liet zien, wie heeft dan het verslag echt geschreven? Jij zei het net ook al, het was een beetje 50-50. Moet je dan ook de eer geven aan ChatGPT? Moet je dan zeggen van, nou docent, ik heb de helft gedaan, de andere helft kwam ik niet zo goed uit, dus dat heb ik dan maar ChatGPT laten doen. Of is dat dan geschreven door de hoeveelheid teksten waar ChatGPT op getraind is bijvoorbeeld? Dus die mensen die oorspronkelijk die tekst hebben geschreven, hebben die dan recht op jouw verslag? Daar wordt nu ook heel veel over gediscussieerd. Van wie is nou eigenlijk de eigenaar van die informatie die gemaakt wordt door ChatGPT? Het is ook zo, dat is best wel, ik had daar best wel zorgen over. Alles wat jij daarin stopt, wordt ook opgeslagen, wordt gebruikt om het systeem beter te maken. Dus als jij daar persoonlijke gegevens invoert, die komen dan ook terecht in die dataset waar ChatGPT op getraind wordt. Dus dat is zeker voor ons als onderzoekers, hè, als we een interview afnemen met iemand en we denken van, nou, ik laat ChatGPT dat interview samenvatten. En we hebben daar heel erg gevoelige dingen besproken in dat interview. Dan kan dat best wel tot ernstige dingen leiden. Want dan die informatie komt dus terecht in het systeem. Er wordt dus meegenomen en aangeboden aan andere mensen eigenlijk. Dus dat is best wel gevaarlijk ook. Nou, en het laatste waar ik het over wilde hebben is dat we ook best afhankelijk van dat soort systemen kunnen worden. Als je nu je huiswerk erdoor laat maken, misschien dat je op een gegeven moment daar echt afhankelijk van wordt, dat je moeilijk vindt om zelf nog je huiswerk op tijd af te krijgen bijvoorbeeld. Omdat je zo gewend bent geraakt aan alles aan ChatGPT uitbesteden. Maar er is een andere manier om afhankelijk te zijn van dingen, namelijk emotioneel. Als je echt gesprekken gaat voeren met ChatGPT, kan het best zijn dat je daar een band mee opbouwt. En zeker als dat ding een gezicht krijgt, zoals dat karakter in het spelletje wat ik liet zien, of de robot die we aan het begin lieten zien. Als je daar echt een gesprek met stem mee kunt voeren en die robot wordt ineens weer weggenomen, dan kan dat best wel heftig zijn voor iemand. Zeker voor jonge kinderen bijvoorbeeld. Nou, hier is ook een voorbeeld van iemand die had een gesprek met Bing Chat. Dat is een afgeleider van ChatGPT. Die is veel meer ontspoord, zou ik zeggen. Die gebruikt dan een emoji en die probeert op je gevoel in te praten. En die had het voor elkaar gekregen om die Bing-chat zo ver te krijgen dat hij de liefde voor deze persoon verklaarde. En die zei zelfs van, nou, jij bent helemaal niet gelukkig met jouw partner, je moet gewoon met mij doorgaan. En die was echt die persoon aan het overtuigen om dus weg te gaan bij zijn partner en om het Bing het bootje in te gaan. Dus dat was best wel verontrustend, vond deze persoon zelf ook. Gelukkig is dat weer een leuk artikel geworden en kunnen we daarvan leren. Nou, ik had ook gevraagd, ik had even wat opgebiecht. Hè. Mijn Taylor Swift fan zijn had ik opgebiecht. En de vooroordelen die daar allemaal bij komen. En toen zei ChatGPT wel netjes van, nou, ik ben een AI, dus ik kan geen menselijke emoties ervaren. Maar vervolgens kreeg ik wel heel veel ondersteunende woorden. Dus dat stukje empathie wat we eerder ook zagen, dat kwam hier ook wel echt aan bod. Ik kreeg heel concrete tips om goed voor mezelf te zorgen. En onthouden dat ik niet alleen ben. En als dan ChatGPT ook nog gaat zeggen van ik ben er voor je. Dan kan je je voorstellen dat je daar best wel een intensieve band mee kunt opbouwen. Nou, we hebben dus ook heel veel onderzoek gedaan met dit soort robots. Op basisscholen bijvoorbeeld. En daar merk je dit ook al. Die robots worden veel gebruikt op basisscholen met jonge kinderen. Of in ziekenhuizen bijvoorbeeld om jonge kinderen te ondersteunen. En dan merk je gewoon dat als die daar weken achter elkaar mee gewerkt hebben. Bijvoorbeeld een taal geleerd. En je neemt die robot dan weg, dat dat best wel een impact heeft op die, vooral jonge kinderen. Omdat die zich heel erg hechten aan dit soort apparaten eigenlijk. Omdat ze dat echt als mens gaan zien. En daarmee wordt het dus wel heel lastig als dan die tijd voorbij is. Dus, om het even kort samen te vatten. Ik denk dat ik ook namens Emiel praat. We zijn voorzichtig blij met AI. Want we zien dat wat het voor jullie ook kan doen. Wat het kan doen in het onderwijs. Hoe het je kan helpen bij het schrijven van een verslag. Maar dan vooral om kritisch na te denken. Dus ik zou nooit tekst erin stoppen of een opdracht erin stoppen en wat eruit komt één op één in je verslag plakken. Ik zou daar altijd dat gebruiken om dieper na te denken.
Dus wat iemand net ook zei, hè, als een soort van Google-vervanging gebruiken. Om te kijken van, nou, hoe kan ik dit beter doen? Of hoe kan ik mijn schrijven verbeteren? Hoe kan ik dit netter opschrijven? In plaats van echt al het werk uit te besteden aan ChatGPT. Dank jullie wel. Emiel, ben je er nog? Emiel, kom terug, dan hebben we hopelijk nog wat tijd voor vragen. Ja, ik denk dat we een minuut of 10 kunnen we... Ja, we hebben goedkeuring. Zijn er vragen? Of opmerkingen, ervaringen? Daar is een vraag. Ja, mag jij gooien? Nee, jij mag hem gooien. We hebben een microfoon. Ja, kan. Ja. Je kunt, ja, dat kan ook. Maar hij komt er al aan. We hebben hem. Dit hebben we expres voor het laatst bewaard. Want we dachten, als we hiermee beginnen, dan aandacht weg. Hallo. Ik heb een vraag als docent. Hebben jullie een tip voor docenten om te gaan met ChatGPT? Ik heb bijvoorbeeld leerlingen die vorige week een debat hielden. En ik vermoed eigenlijk dat zij ChatGPT hebben gebruikt. Wat doe ik daarmee? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar worstelen we als universiteit natuurlijk ook mee. Er is net een advies geschreven door de universiteit voor de docenten hier. En er staan een paar dingen in die denk ik belangrijk zijn. Eén ding is dat je als docent, ja, je moet je gewoon realiseren, als je ze naar huis stuurt, kan het zijn dat ze ChatGPT gebruiken. En als dat kan, dan moet je er ook van uitgaan dat bepaalde leerlingen dat zullen doen. Dus voor elke opdracht die je ze thuis geeft en inderdaad ook een debat voorbereiden, daar kunnen ze ChatGPT voor gebruiken. Het zou natuurlijk heel fijn zijn. Ik weet eigenlijk niet of ik dit allemaal moet vertellen met de leerlingen erbij. Maar goed, dat ga ik toch doen. Het zou heel fijn zijn als er een tool zou zijn dat automatisch kan detecteren of een tekst door GPT geschreven is of door een ander systeem. Die zijn er wel, maar die werken niet. Die werken niet goed genoeg. Dus daar kun je als docent eigenlijk geen gebruik van maken. Dit hebben jullie niet gehoord, leerlingen. Dus ik denk eigenlijk dat je als... De andere kant ervan is, ja, je ziet wel wanneer een tekst door een computer geschreven is. Dus ik heb ook mijn tentamen bijvoorbeeld, heb ik ook door ChatGPT laten maken en door de studenten. En dan kan ik wel zien dat wat door de studenten geschreven is en wat door ChatGPT geschreven is. Bijvoorbeeld omdat ChatGPT geen taalfouten maakt en studenten wel. Ja, lang verhaal kort, ik denk dat het is niet te voorkomen en het is niet betrouwbaar te detecteren. Dus dat betekent ook dat we na moeten denken over hoe we dit soort opdrachten geven. En het is misschien belangrijker dat leerlingen weten hoe ChatGPT werkt. En dat ze zich bewust zijn van de mogelijkheden en de beperkingen. Dan dat je het echt verbiedt. Het is een moeilijke boodschap, want het is fijner om te zeggen van ja, doe gewoon dit en dit. En het is geen probleem, want het is wel een probleem. Mee eens, Jan? Ja, zeker. Ja, er zijn volgens mij scholen waar het echt verboden wordt. Maar ik denk dat is een rare ontwikkeling, denk ik. Want jullie gaan in de toekomst waarschijnlijk ook ChatGPT kunnen gebruiken. Als het gewoon blijft en het wordt alleen maar beter, dan ga je in je werk dat ook niet doen. Als het beschikbaar is. Dus dan zouden we juist jullie nu moeten leren hoe je dit inderdaad goed kunt toepassen, lijkt mij. Ja, met al dit soort nadelen ook van dien. Dus al die hallucinaties en dingen waar je voor op moet passen. Ik vraag me eigenlijk af of het echt zo anders is. Want ik denk toch vrij zeker te weten dat veel van de beste werkstukken die ik gezien heb, dat daar een vader of een moeder toch ook wel een invloed op gehad heeft. En ik kan iets laten inleveren met inderdaad plagiaatcontrole, maar als ze er een boek bij pakken, ben ik ook al weg. Is het niet gewoon een extra ding dat ze kunnen gebruiken en eigenlijk niks nieuws? Ja, er zitten twee kanten aan. Hè. Dus aan de ene kant kun je zeggen, aan de ene kant... Ja, ik snap helemaal wat je zegt. Dat is natuurlijk ook zo. Hè. Dus mensen zijn bijvoorbeeld ook heel bezorgd over fake news. Dat je met ChatGPT heel makkelijk fake news kunt produceren, is ook zo. Maar fake news was er ook al voordat ChatGPT er was. Dus het is denk ik misschien ook wel de grote omvang en het gemak waarmee het kan. Hè. Dus ja, ik snap helemaal wat je zegt, maar er zijn dus wel wat verschillen. De schaal is gewoon veel groter. Kwaliteit is toch ook wel beter. Bovendien, ja, vul jij het maar aan, Jan. Ja, ik denk dat is ergens ook wel het voordeel natuurlijk. Dat het wel voor iets meer gelijkheid zorgt. Want als jij toevallig geen ouder hebt die jou kan helpen bij jouw huiswerk, ja, dan is die persoon, die rol is er nu wel. Dus het is wel voor degene die toch al een soort van achtergesteld worden, kan het wel een soort van aanvulling zijn daarop. Dus om het juist weer gelijk te maken, omdat inderdaad traditioneel de ouders bijvoorbeeld ook al wel eens...
dit horen jullie allemaal niet te horen natuurlijk, maar dat dat toch wel in de praktijk wel voorkomt, dat inderdaad als je een opdracht meegeeft, weet je niet wie, waar, hoe dat gemaakt wordt natuurlijk. Dus dat is die vrijheid die je dan toch geeft. Maar ja, zo is het wel. Ik denk dat het wel belangrijk is om te blijven aansluiten op hoe het leven er later uitziet. Als je klaar bent met studeren, dan kom je in een bedrijf te werken. Dan gaan ze ook niet zeggen van, nou, je mag je werk alleen maar hier doen, met iemand erbij die jou in de gaten houdt. Want dan mag je ook gewoon je werk ergens mee naartoe nemen en het doen op jouw manier. Dus ik denk wel dat we daar ook open voor moeten staan. Maar vooral met de gevaar inderdaad van wat toetsen we uiteindelijk nog? Toetsen we de student of toetsen we ChatGPT's kwaliteit in het maken van die opdracht? Het is ook wel zo dat veel van de teksten die door ChatGPT gegenereerd worden heel, heel generiek zijn, heel algemeen, wel mooi en vloeiend en heel overtuigend. Maar er breekt vaak ook wel wat diepgang in. Dus soms krijg je nu ook als je als mens een beetje een oppervlakkige tekst schrijft, dat mensen zeggen, oh, dat had wel door ChatGPT geschreven kunnen worden. Met andere woorden, het is ook belangrijk om mensen, leerlingen te leren hoe ze een echt goede tekst schrijven. Daar zie ik ook nog wel echt veel ruimte. Ja, en het is ook wel, soms wordt het een beetje zo bespreekbaar gemaakt, nu ook eigenlijk een beetje van, we moeten die studenten wel goed kunnen toetsen en we moeten zorgen dat ze niet vals kunnen spelen. Ik denk ook dat studenten, maar dat is misschien een beetje een heel optimistische manier van denken van mij, dat jullie willen leren. En dat jullie eigenlijk het gewoon het liefst zelf zouden willen doen. En dat daar dan dingen gebeuren waardoor je naar dingen als ChatGPT grijpt. Dus als je bijvoorbeeld heel veel tijdsdruk krijgt, een onrealistische deadline om iets in te leveren, dan heb je zoiets van, ik ga het nooit zelf meer halen. Dus ik gooi het even in ChatGPT, want dan ga ik het nog wel op tijd redden. Dus door dat soort dingen weg te nemen en door daar iets meer ook over te praten met jullie, van is dit wel haalbaar, denken we ook dat het eerlijker wordt. Dat we het gewoon eerlijk over dingen kunnen hebben en daardoor dus gewoon tot betere opdrachten kunnen komen. Je hebt van die plagiaatcontrolemachines, hè, als een leerling een werkstuk schrijft, en dan wordt het gehighlight, hè, van deze paragraaf van die website. Is een werkstuk van ChatGPT ooit wel eens door zo'n is dat ook wel eens gedaan? Of je dus ook echt stukken gewoon van Er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Hè. Dus bij plagiaat is het zo, je hebt iets overgeschreven, dus er is een bron waar die zin letterlijk in staat. Dat zal ChatGPT niet doen, omdat hij patronen afleidt. Hij leert patronen tussen woorden en die gebruikt hij weer om nieuwe zinnen te produceren. Hè. Dus het is eerder parafraseren dan plagiaat. En hij komt ook wel met originele combinaties. Dus daarom is het ook nooit niet mogelijk om te zeggen, het is door ChatGPT geproduceerd. Want het is namelijk een nieuwe tekst die je niet direct kunt koppelen aan iets anders. En je ziet ook wel, dus mensen hebben bijvoorbeeld ook de Engelse vertaling van de Bijbel of de Amerikaanse Constitutie door zo'n systeem gehaald. En dan zegt hij, ja, waarschijnlijk is dit door AI gegenereerd. Dus heel formele tekst, zeg maar, wordt ook gezien als door een computer gegenereerd. Ja, ik heb dit dus wel geprobeerd. Ik had een artikel van mezelf gepakt en het door ChatGPT beter laten schrijven en ook laten uitleggen wat eraan verbeterd was. En het las inderdaad beter weg. Dus ik was verslagen door ChatGPT, maar ik had die in de plagiaatscan gestopt. En die had toch redelijk wat overlap met het oorspronkelijke artikel en met niks anders. Dus op zich was dat wel een goed teken, vond ik. Van ik had dat erin geplakt en dan komt dat artikel ook weer terug. Dus dat is op zich wel een goede ontwikkeling, denk ik. Dat ook als het geherstructureerd wordt, dat er wel de boodschap in blijft zitten en die boodschap ook nog steeds genoeg lijkt op het origineel. Dat het wel ook in ieder geval tot wat plagiaat leidt. Ja. Dus dan pakt u er wel uit als zijn de plagiaat dan? Ja, alleen het is wel moeilijker. Je moet daar wel echt met de hand naar kijken. Omdat je dus, je ziet sinds delen die geplagieerd zijn, niet meer hele zinnen. Maar ja, studenten worden daar ook steeds beter natuurlijk om die zinnen wat te herschrijven zelf, zodat er maar een deel als plagiaat wordt gemarkeerd. Dat is eigenlijk het effect wat je hier ook terugziet. Dus dat het geen hele zinnen meer zijn. Ja. Daar is ook nog een. Meer vragen van docenten dan van leerlingen, overigens, valt me op. Dit is de laatste vraag. Alleen vragen van docenten. Dank u. Ik vind het helemaal te gek, hoor. De mogelijkheden die het biedt. Mijn zorg zit bij het kritisch nadenken, dat wel eens minder wordt. Ik heb een casus, heel kort. Leerling aan mijn school geeft toe, ja, ik heb het verslag geschreven met dit programma. Ja. Want had eigenlijk geen idee wat er stond, geen kennis van de betekenis van woorden. En nu zitten we op school met een dilemma.
is dit nu fraude, ja of nee? En mijn vraag is, hoe gaan daar de Nederlandse universiteiten mee om? Met dat fraude-vraagstuk. Ja. Ja, dat is heel interessant. Heel herkenbaar. Ik kan er twee dingen over zeggen. Er is hier exact dezelfde casus geweest. Ik kan zeggen wat daar gebeurd is. Die leerling is niet bestraft voor het gebruik van ChatGPT. En dat had ook te maken met het feit dat niet op voorhand gezegd was dat je ChatGPT niet mag gebruiken. Dus dat is wat er nu gaat veranderen. Dus docenten hier moeten op voorhand aangeven of het gebruikt mag worden of niet. Ja, als je dat niet gezegd hebt, dan kun je een leerling daar niet voor afstraffen. Bovendien, dat vond ik wel een verlicht standpunt van onze universiteit. Deze student heeft het toegegeven. Andere studenten geven het niet toe. En eigenlijk wordt dan degene die het toegegeven heeft, die wordt bestraft. Dus dat was nog een extra factor die meegewogen is om het niet mee te laten wegen. Dus bij ons is toen dat verslag uiteindelijk beoordeeld. Het is wel onvoldoende geworden, maar was om inhoudelijke gronden. Gewoon omdat je aan de tekst zag dat niet alles goed uitgevoerd was. Dus ja, dit is het spanningsveld waar we nu in leven. Ja. Dus vanaf volgend jaar moeten docenten aangeven, voor dit onderdeel mag je ChatGPT gebruiken. Want het kan, wat Jan net ook al zei, bijvoorbeeld iets herschrijven, dat kan het heel goed. En misschien is dat ook helemaal niet zo erg. Er zit ook een spellingchecker in Word, dus waarom zou je niet het taalgebruik ook laten verbeteren? Maar bij ons hing het erop dat op voorhand aangegeven moest zijn of het wel of niet mocht. En ze wilden geen ongelijkheid creëren dat leerlingen die het toegeven afgestraft worden en leerlingen die het niet toegeven niet. Ja. Helaas, we moeten stoppen. Ja, wij zijn heel erg gefascineerd door het onderwerp. We kunnen er de hele dag over praten, maar hopen dat jullie het toch leuk vonden om het er nu even over te hebben. Dank je wel.